Geliefde, baie, baie welkom by hierdie woordstudie van ons vanoggend en by hierdie boodskap. Ek wil vir jou dankie sê dat ek met jou hierdie woord kan communiceren. Ek wil graag praat vanoggend oor, ek neem my verantwoordelijkheid, ek neem pos op hierdie planeet vir dit waarvoor God my geroep het. En ek gaan illustreer deur gebruik te maak van foto's en hele tour met jou deurwerk en jy gaan die voordeel hê om die foto's te hê as jy hierdie boodskap ontvang. Ek wil eers vir jou lees uit Galasiërs 6 vers 4 tot 6. Laat elkeen sy eie werk beproef of op die proef stel. Dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat ander betref nie. Met ander woorde, moenie jouself vergelyk met ander nie. Neem kennis van wat jy bezig is om te doen, wat jou roeping is, wat jou verantwoordelijkheid is. Want elkeen gaan sy eie pak dra. As ek voor die Here gaan staan, gaan ek nie iemand anders sy pak dra nie. Ek gaan my eie pak dra en ek gaan ongelukkig niemand hê wat my pak gaan dra nie. Maar laat hom wat in die woord onderwijs ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan die wat hom onderwijs gee. Hier is een financiële beloning of een materiële beloning vir dit wat jy geestelik ontvang. Moenie dwaal nie, God laat nie met hom spot nie, want net wat een mens saai, gaan hy maai. Met ander woorde, as ek woord saai in jou leven, kwaliteit woord, gaan ek kwaliteit woord maai. En as jy financieel of materialisties in my leven voorsien, gaan die Here vir jou voorsien. Hy wat in die vlees saai, sal in die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Hier is die plan van God. Ek is nie besig om myself met ander te vergelyk nie. Ek neem my posisie in. En ek het vanoggend die foto hier, of die oorlosie hier, om te sê, ek en jy het 24 uur, 7 dae week, 52 weke een jaar, 12 maande een jaar, om te doen wat God my geroep het om te doen. Ek wil jou terugvat in ons fotobeeld vanoggend en ek wil een paar foto's wys van een van die grootste tragedies wat plaasgevind het. In 1954 bombardeer Amerika Japan. Hulle sien Japan as 'n geallieerde mag saam met die Duitsers en hulle laat 2 atoombomme val op Hiroshima en Nagasaki, elkeen een. Nou ek het foto's van Hiroshima, 1954, een stad verwoes, is een puinhoop. Dis al wat jy kan sê, daar is nêrens lewe nie, daar is nie een plant lewendig nie, daar is nie een gebouw wat oorgebly het. Hy is totaal verwoes, 1954 aan die einde van Tweede Wêreldoorlog. En dan het ek nou foto's, hoe Hiroshima vandag daaruit sien. Jy sien, Japan kon net achteruit gesit en gesê, dis verwoes. Los het, ons kan niks daarmee doen nie. Nee, hierdie volk het ingeklim in Hiroshima herbou en vandag is het te toonbeeld van sukses. Hiroshima se wolkenkrabbers en sy strate en sy besighede kan vergelyk met New York, met een van die mooiste stede in die wêreld, in Duitsland, in Griekenland. Dit is absoluut 'n beeld van hoe 'n volk verantwoordelikheid geneem het. Aan die ander kant van die spectrum wil ek vir jou wys Detroit, een gonsende city. 1945 aan die einde van Tweede Wêreldoorlog is Detroit een stad wat verander het in die afgelope paar jaar van een van die grootste motorvervaardige stede. Chevy was daar, Chrysler was daar, General Motors was daar. Het hulle begin om vliegtuie te maak vir die Tweede Wêreldoorlog. Hulle het begin om allerhande oorlogsinstrumente en wapens te vorm en te ontwerp in Detroit. So Detroit 1945, Hiroshima plat met die grond, Detroit is spog city. En toch gebeur iets in Detroit. Net een paar jaar later, huise is plat geslaan, huise is gesloop, soos wat ons in Suid-Afrika sien. Die stasie, die groot prominente stasie in Detroit, waarin alle treine van oor die hele Amerika gekom het, is in puin gelê en is in armoede gelê. En die kathedraal, een van die grootste kathedrale in die wêreld, is in puin gelê. En die hele stad is basies 'n puinhoop. Daar het nie 'n bom geval nie.
Maar mensen het onttrek, hulle hande was niet meer beschikbaar om te skep nie. Hulle tyd het skielik tot stilstand gekomen. Ek wil jou vraag vanoggend, wat is die grootste kracht? Die atoombom van 1945? Ek wil een voorstel maken, wat van self-onttrekking? Wat van, I just can't be bothered. I just can't be involved. I'm just withdrawing. Wat van welzijnsprogramma? Je ziet, in Japan is daar geen welzijnsprogramma nie. Of je werkt voor iets, of je het niet. Daar is niet een oorloop van mensen wat niet werk het nie. Hulle doen iets, hulle skep iets. Hoe neem ek verantwoordelijkheid voor mijn tijd en waar is mijn hand uitgestrekt? Jy kan nie deur, luister mooi wat gebeur met communisme, en ons regering regeer ons met communistische beginsels. Jy kan nie deur wetgeving die arme verryk, deur die rijke deur wetgeving te verarm nie. Jy kan nie die arme verryk deur wetgeving, deur die rijke te verarm. Wat een persoon ontvang sonder om te werk, moet een ander persoon voor werk sonder om te ontvang. Dit is achter die hele idee van communisme. De regering kan aan niemand iets gee sonder om dit bij iemand anders te gaan haal en vir die persoon te gee. Jy kan nooit rijkdom vermenigvuldig deur dit te verdeel nie. Sien ons mense dit nie in nie? Een volkse bestaan word vernietig wanneer die een helft van die volk die idee kry dat hulle nie hoef te werk nie omdat die andere helft vir hulle gaan sorg. En die andere helft kry nou die idee dat dit niks baat om te werken, nie, want iemand anders gaan dit kry waarvoor ek gewerk het. Kan jy sien, hierdie ding val soos een atoombom ontploffing, totaal uit mekaar. Ek wil jou tamatie les kom leer volgen. As jy een ryp tamatie vat en jy snij om middel deur, en jy sit met hierdie ontelbare pykies binnen jou gezichtsveld, vraag nooit hoeveel tomaties was op die plant waarvan hierdie tomatie gepluk is nie. Maar vraag eerder hoeveel planten is verskuil binnen in hierdie tomatie wat ek in my oog het. Hoe lyk my toekomst? Is het arm ek? Of is daar potentiaal? Luister mooi. Binnen in elke put is die complexe detail van spontane leven. Ek hoef nie vir hierdie putte te sê, leven, leven, leven. Daar is een spontane belegging door God in elke saad gemaakt. Pampoenput, mieliput, koringput. Hier skuil, in elke put, skuil die spieelbeeld van ontelbare planten. In een put, als ik om in die grond sit, een mieliput. Ek kan onthou, ek het dit getel, dra makkelijk 40 tot 80 tot 100 millipitte, 1 millipit, vermenigvuldig, 100-voudig. Binnen in die put is die spontane, complexe detail, die complexe detail van spontane leven. Jy sien, hier is een verborgenheid. Kom ons kyk verder naar die put, kom ons kyk naar een koringkorrel. Johannes 12:23, Jezus antwoord hulle en sê vir hulle, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik gaan word. Gaan hy nou een speciale kleed kry? Gaan hy een kroon op sy kop kry? Gaan hy een gouden staf in sy hand hê? Wat bedoel God by verheerliking? Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. As jy een koringkorrel op een rak neersit, en jy kom 30 jaar terug, lê daai koringkorrel waar jy hom neergesit het, vrugloos, hy bly alleen vir ewig. Maar as daai koringkorrel 30 jaar gelede in die grond geval het, het ek vandag 'n koöperasie. Jesus bring vir ons 'n stuk mysterie, 'n stuk verborgenheid, 'n stuk wonderwerk. Hier is die goddelike geheimenis. Die DNA van die onvergelijkbare God moet in die grond val en sterf, sodat nieuwe lewe kan voortspruit. Jezus praat van homself. Die verheerliking waarvan God praat is dat my Seun sterf in die grond,
zodat ander seuns naar voren kan komen. Dit is die goddelijke verborgenheid. Je ziet, ek het hier een foto van pitte wat ontkiem binnen in die grond, verschillende stadiums. Christus Jezus is niet een voorbeeld voor mij nie. Ek gaan nie naap wat hij gedoen het toe hy op aarde was nie. Hy is een voorbeeld van mij. Wanneer ik ontdek wat die potentiaal in mijn leven is, wat God in mij beleed, kom ik achter, like father, like son. Ek is net soos my pa. Wat het God in mij beleed? Ek het hier een foto van een leeuwkie wat in een kaikie wat in een spiel kyk en in die spiel sien hy hierdie machtige leeuw. 2 Korintiërs 3:18. Terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Here, hierdie spiel is anders, ek sien die heerlijkheid van my God in hierdie spiel, word ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hier praat God van die heerlijkheid. My seun moet sterf om baie seuns voor te brengen. Wat het God in mij belê? Hij sê, as jy reg kyk, as jy reg waarneem, gaan jy achterkom, jy is nie een God verlate stuk murasie. Gaan jy achterkom, jy is een Hiroshima wat uit die stof uit kan opstaan, om die heerlijkheid van God ten toon te stel. Wie neem verantwoordelijkheid in my leven, vir my drome? Gaan een onderwijzer verantwoordelijkheid vat vir my drome? Onderwijzer kan my langs die pad aanmoedig. Ek moet verantwoordelijkheid voor mijzelf nemen. Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn innerlijke welstand? Hoe denk jij vanochtend oor jezelf? Die teleurstellings waarin ek jy gedurig blootgesteld is, kom neem plek hier binnen in mijn hart en dit is die gevaar en dit wil ik jou voorbij helpen vanochtend dat ik bij die doodlipstraat kan uitbreek en nieuwe vars weg en route ontdek. Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid? My fiksheid, my gewig, my emotionele toestand. Een paar weke geleden kuier ons bij een dochter van ons en sy het ons rukkie laas gesien en die 3 dagen nadat ons bij die huis gekom het telefoon oproep, papa, jy lyk sleg, ek sal betaal, sal papa asjeblief terug gaan gym toe. 6 jaar was ek nie in die gym nie. Wie neem verantwoordelijkheid vir my gewig, my fiksheid, my gezondheid, my emotionele toestand? Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn huwelijk? Nee, Pat gaan alles inzet. Zij is hier die wonderlijke vrouw. Zij zal al die beleggings maken. Nee. Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn kinderse opvoeding? Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn gemeente, voor mijn celgroep? Ja, het is net voor mij lekker om zondag daar op te dag. Ik heb hier een foto wat onder die grond geneem is in een mijn. Wat ik graag wil gebruiken om Job 28 aan u voor te lezen. Gaan lees alsjeblieft Job 28, ons het niet tijd voor die doel van hierdie opname nie. Job 28 verduidelik Job hoe mensen onder die grond ingaan waar niemand hulle kan sien nie. En hier onder die grond is gebaande weer waarvan niemand weet nie. Hier is koper, hier is gouderts, hier is diamante, hier is skatte. Dis soos jy. Niemand weet wat onder die oppervlak aangaan nie. Jy is soos daardie goudmyn. En hierdie gesprek vanochtend is om jou een begeerte in jou te verwek, om te gaan onderzoek instel. Wat het God in mij beleef? Wie is ek werkelijk? Oor wat sê Kolossense 2 vers 9. Want in hom, dis in Christus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. Jezus het aarde toe gekom en een lichaam, een vleiskas soos myne aangetrek. En die Godheid het nie verdwijn vir die 34 jaar wat in een vleiskas was. Nee, die Godheid het binnen, zodat ek en jij ons kan vereenselwig met die feit dat God graag sy heerlijkheid binnen in mij en deur mij wil manifesteren. Wie neem verantwoordelijkheid voor mijn tijd? Wie neem verantwoordelijkheid? Wie sy hand zal ik aanraak in hierdie week? Hoor een mooi wat sê vers 10. En jullie geliefdes, het die volheid, is volgemaakt met diezelfde volheid wat in hom is, die hoof van alle owerheid en mag. Wow. I am so much more than what meets the eye. Ek is soveel meer as die persoon wat ek in die spieël sien, wat dalk oorgewig is, wat dalk hierdie probleem, daai probleem, wat ek is veel meer
Want in my verbintenis met hom het ek al sy volheid ontvang. Stap vir stap, heerlikheid tot heerlikheid. Kom ek en jy bid saam vanoggend. Ons vra Heilige Gees om hierdie wonder aan ons te kom openbaar van wie ek werklik is. Sien, ek praat met jou, neem verantwoordelikheid vir jouself. Kom ons bid saam, Hemelse Vader. O, Here, hoekom het die kerk en hoekom het godsdienst hierdie waarhede so lang vir my weggesteek? Ek ontdek vanoggend dat in Jesus' sterwe was daar veel meer dan net my sonde wat vergewe moes word. In Jesus' opstanding is daar veel meer as net dat ek een heiland het wat een hero is. Ek kom vanoggend met die ontdekking dat diezelfde saad in die grond, wat in die grond geval het, volgens sy soort gaan voortbring. Help my Heilige Gees om op te hou om myself in minderwaardigheid, in mislukking te sien. Kom help my Heilige Gees om te sien wat God sien as hy na my kyk. Kom help my Jesus om te beleef hoe u gestalte binnen in my wil aanneem. Dankie vir hierdie woord, Here. Ek eer u vir die diep werk in my gees. In Jesus' naam. Amen.